gooi ik weer wat water. En daarmee wens ik dat alles goed zal gaan op school. Thuis, met mama, met papa, met je familie, met oma. En als je speciale stiekeme wensen hebt, dat ze uit mogen komen in 2019. Yes? Nathalie Noslin mocht dit jaar in de drukke Rotterdamse binnenstad Freddy. Bij Freds Kulturushop de suite Watra Alasma verzorgen. Ja, het is ontzettend bijzonder. Het is tot nu toe door Marianne Markelo gedaan. En toen ik gevraagd werd om haar te vervangen, moest ik echt heel goed nadenken. En het voelde meteen als een eer aan en tegelijkertijd als een plicht. En vandaar dat ik ja gezegd heb, maar ik voel hem wel. Dat was zijn gezicht. Ze is een veelzijdig type. Hoe typeert Fred Fitzjames haar? Nathalie Noslin, een krachtige jonge vrouw die bewust bezig is met het uitdragen van de Afro-Surinaamse goed cultuur. En als je weet dat ze die kwaliteiten heeft, dan ga je erover om te zeggen van hey, wacht even Nana, die coach haar. Kunnen we haar inzetten dit jaar voor die Alasma Suite Watra? Wat ik ten eerste doe is het water openen. Je geeft eigenlijk betekenis aan het water. Ik ga een algemene wens uitspreken. En daarna mensen uitnodigen om te delen in het ritueel wat wij eigenlijk al eeuwen in Suriname hanteren. Winterrituelen, Suite Watra, Fanodu. Voor Nathalie was dat niet vanzelfsprekend. Nee, de Winti heb ik helaas niet meegekregen. En ik zeg altijd, ik heb eigenlijk alles meegekregen, behalve Winti. Maar gelukkig staat Winti in mij. Hoe komt dat, dat je dat niet hebt meegekregen? Net als heel veel Creoolse gezinnen in Suriname, is er blijkbaar ook een keuze gemaakt. Het was of de kerk of Winti. Winti zat in toch een taboesfeer. Bepaalde mensen deden aan Winti. En bij ons thuis was dat niet zo. De interesse voor Afro-Surinaamse cultuur kreeg de nu 47-jarige Nathalie pas toen ze op haar 19e naar Nederland kwam. Er waren wat boeken van meneer Steffen. Meneer Sidok heeft ook hele mooie boeken geschreven, maar ik kon het niet bevatten. Dus toen je naar Nederland kwam, toen ben je eigenlijk gaan oriënteren op je cultuur. En wat wel heel belangrijk is, ik had een hindoe vriend, was dat. Dat is een soort guru bijna. En die zei tegen mij van Nathalie, je moet eerst in de tradities van je ouders, voorouders verankeren. En daar je plek in nemen. En dan kan je de wereld in. Dan kan je naar andere tradities kijken. Nathalie Noslin verdiepte zich in de Afro-Surinaamse traditie. Maar ze heeft ook psychologie gestudeerd. En heeft zich gespecialiseerd in geërfd trauma en geërfd slachtofferschap. Heeft zo'n suite Watra, zo'n spiritueel bad, dan ook een functie? Ja, maar ook vooral de dingen van voor de slavernij. Want we zijn, en als ik ook voor mezelf spreek, was de slavernij echt een groot issue. En met Sorowassi kan je ook vragen om zachtheid en om acceptatie van een ervaring die je voorouders hebben doorgemaakt. En waar jij natuurlijk mee verbonden bent. Noem eens een voorbeeld. Slachtofferschap of een mooie nederigheid. He, die uit die tradities voortvloeit. Maar er is ook voor de slavernij, waar iedereen op een bepaald moment in zijn kracht zat. En heel homogeen in zijn cultuur en zijn traditie zat. De Sowawasi kan je ook zien als weer een laagje van dat stuk wegwassen. En je openstellen voor die oer-Afrikaanse kracht die nog steeds door onze aderen stroomt. Noslin is niet alleen met Winti en psychologie bezig. Ze heeft ook economie gestudeerd en is bedrijfseconoom, registeraccountant. Het spirituele aan de ene kant en de harde wetenschap aan de andere kant? Nou, mijn vak wat ik dagelijks uitvoer, dat levert brood op de plank. En dat waardeer ik ook ontzettend. En daarmee heb ik dus ook de ruimte om in mijn vrije tijd mij hierin te verdiepen en te onderzoeken en te reizen. Dus die culturen is een bijzaak? Nee, die culturen was er al voordat ik er was. Die culturen is gewoon mijn basis, is gewoon routu. In de winkel van Fred Fitzjames is het een gezellige drukte. Goede klanten krijgen een natje en een droogje. Er is natuurlijk van alles te krijgen. Boeken, houtsnijwerk, geneeskrachtige kruiden, snuisterijen, allerhande Afrikaanse en Surinaamse stoffen en kleren. Voor elk wat wils. Wat heeft u gekocht? Ik heb niks gekocht. Ik heb wat is in uw hand? Een kalender. Mag ik het zien? Dit jaar is voor de eerste keer de nieuwe Surinaamse kalender van Freds Kulturushop 4 pagina's lang. Je ziet een sterke aankomende jonge zwarte vrouw op de kofferpagina. Dan zie je een stukje optreden van
Kotomissie Grand Gala 2018. Je ziet ook een kleurrijkheid waar het gaat om Biggie Speakery, Kitty Kotti Rotterdam, de festival. En als laatste pagina zie je ook de manier zoals we vorig jaar bezig zijn geweest met verbinden via die Suidwatra. En dat zijn dus momenten waarvan ik zeg van dat zijn de marking points, om het zo uit te drukken, wat betreft Rotterdam op dit moment. Heel mooi. Ik vind het, ik ben het zat om steeds te kijken tegen Chinese kalenders aan, terwijl ook wij mooie kalenders kunnen maken. Nou, dat zijn, Je hebt het niet zo met de Chinese vrouwen? Nee, dat ik niet zo... ik heb niks tegen Chinese vrouwen. Ik vind Chinese vrouwen mooi. Maar er is altijd een beeldvorm. Het is niet eens beeldvorm. Het is gewoon een soort realiteit dat wij als Surinamers, als we altijd met oud opnieuw krijgen we kalenders van Chinese winkels. En de meeste Chinese winkels geven kalenders met Chinese vrouwen erop. Mooie meisjes overigens, maar ik herken mijzelf niet altijd in. Ik ben moe geworden om te kijken naar Chinese kalenders op het toilet en kalenders met 7 armen en met 20 armen. Nee, laten we onze eigen dingen dus maken en onze eigen dingen uitbrengen. Dat betekent ook een stukje investering in die samenleving. Dat betekent ook dat je vanuit je bedrijf, ja, die koppeling maakt. Maar zo'n kalender kost natuurlijk geld. Je hebt voldoende centen, zie ik? Nee, ik heb helemaal geen geld. Ik heb mezelf. Ik zeg tegen mensen ook vaak, luister, bij mij kost een bepaald bedrag 20 cent meer. Maar die 20 cent die je meer bij mij betaalt in vergelijking met mijn Turkse collega of mijn Hindustaanse collega, die komt terug in die samenleving. Maar die mindset voor onze zwarte mensen om dat te begrijpen, dat duurt heel, heel, heel lang. Gelukkig zie ik dat jonge mensen er anders over denken. Nou, ik heb een Surinaamse vlag gekocht voor mijn zoon. Hij gaat volgend jaar, als hij geslaagd is, wil ik ook natuurlijk mijn Surinaamse vlag buiten hangen. Daarmee willen we ook laten zien van, joh, er is een Surinaamse jongere, hè, die in Nederland woont, ook al is hij er geboren, maar die dan ook met succes een diploma behaald heeft. Dus dat willen we ook, dat willen we ook laten zien. En ik heb Florida water gekocht voor mijn Sweetwater vandaag. Ik heb blauw zool gekocht en olie voor succes voor het nieuwe jaar 2019. De Surinaamse cultuur, dat is de cultuur waarin ik ben geboren. En de cultuur die ik graag mede in stand houd. Het is een schitterende cultuur waar meer mensen dan van de cultuur zelf van kunnen leren. Wat ik concreet kom halen, dat is wat je in de reguliere supermarkt niet kunt vinden. Schwitzoppie, de Kurturu, Sani. Frans Pinas is radiomaker in Rotterdam. Zijn roots liggen in Petondro, vlakbij Mungo. Wat vindt hij van het aanbod van Frits Kulturu Shop? Nou, ik zelf heb ik niet zoveel mee, maar ik vind het leuk dat hij Suriname dicht bij de mensen brengt. Weet je, die echte Surinaamse producten, die kruiden. Soms kom ik bij Fred en ik zeg, Fred, hoe kom je aan die dingen? Kijk, bijvoorbeeld dingen, ik las net iets hier, hè. En dat gaat niemand kennen in Nederland. Dat heet Batoto. Batoto Bita. Batoto is een blad. Dat wij, ik gaf van een heel klein fruit, hè, kan ik noemen. En die was lekker en die speelde we mee. Ik denk, wauw, Batoto, dat heb ik... Dat woord al heb ik zeker 40 jaar niet gehoord. Dit is goed voor nieren, voor maag. Er is ook nog een mythe die gaat dat het dan de eerste morning after is. Anticonceptie? Ja, de eerste, ja. Maar in een heel, heel vroeg stadium. Weet je, dit soort planten, hè? Die bladeren, die worden door niemand verbouwd. Die kwam gewoon echt van de natuur. Dus toen de mensen van mij naar het binnenland vluchtten, de slavernij, kregen ze dit cadeau van moeder natuur om te overleven. En dan terug naar buiten. Veel belangstelling is er dit jaar weer. Mensen met verschillende achtergronden, Hindoestanen. Ik vraag voor u. Veel Afro-Surinaamse Nederlanders, witte Nederlanders. Een mevrouw uit Ethiopië kijkt belangstellend toe. Kennen zij deze traditie niet? They do every year, but not like this. Ook zwarte Amerikanen zijn gefascineerd door deze Afrikaanse traditie, die zij zijn kwijtgeraakt. I feel good. That was an experience that I think we all needed. You know, it's something that we need to get back to our tradition. Klopt. Kijk, dat is ook de kracht van die Suidwatra. Het is een verbinding tussen generaties, bevolkingsgroepen. En dat maakt het dus zo mooi. Er lopen ook mensen zomaar voorbij.
niet geïnteresseerd in de Sweetwater? No. We want to hear myself. Ik wil niet dat mijn haar in de war raakt, grapt deze Arubaanse. Why not? Ik heb thuis mijn eigen wassie. We gaan doen mijn own wassie. Maar ze hebben ook waardering voor deze Afro-Surinaamse traditie. Ik vind het mooi. Want dan de cultuur wordt behouden. Al zijn we ver weg van huis. But you don't want to mess up your hair. Oh, no. We don't do that. Don't touch your hair. Don't touch the hair.